uit. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel bedrijven in Nederland die op het internet zetten, internetdiensten verlenen. Die gaan hier ook mee te maken hebben. En wat vinden zij daar dan van? Nou, we hebben de Dutch Hosting Providers Association. Dat is dus de club van alle Nederlandse hosting providers die bij elkaar komen uit een gezamenlijk belang en dan ook zo naar buiten kunnen treden. Dit vinden wij ervan. En de KPN, die we allemaal kennen natuurlijk. Dus dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Michiel Steltman en Jeja Baloo. Nou, lieve mensen, welkom hier bij Tech Talk Late Night. Ja, Michiel. Nou, jij bent de voorzitter van de Dutch Hosting. Directeur. Oh, de directeur. Ah, dat is een stichting, toch? Een stichting, ja. Een bestuur en een directie, en dat ben ik. Ja, oké. En om even heel cru te zeggen, hoeveel data gaat er eigenlijk via jullie club zo'n beetje heen en weer dagelijks? 80% van alles in Nederland. Dus dat is het AMSIX, 2,5 terabit per... Nou, ik weet niet, veel. Oké. Giga. Dat behoorlijk wat. Dus ik wil straks graag van jou horen wat dat voorstel voor gevolgen heeft voor jullie. Maar Jeja, jij bent de Chief Security Officer bij KPN. Information Security Officer. Ja, ja. Chief Information Security Officer, de CISO, zeggen ze dan. Hè? Jij was vandaag bij de Grand Conference. En voor de mensen die dat niet weten, er was hele week Alert Online. Veiligheid en Justitie heeft een beetje alle conferenties bij elkaar geveegd en onder één vlag gebracht. En dat eindigde dan in een grote apotheose, de Grand Conference. Waar minister Opstelten kwam natuurlijk en het ging allemaal over internetveiligheid. Hoe was het daar? Nou, heel leuk. Het hadden het thema Smart Cities en binnen dat thema hebben ze allerlei dingen ontplooid over wat moet er zijn aanwezig zijn van de digitale samenleving om een Smart City te maken. Wat maakt het juist smart? En daarna was het een heel wel goede prestaties, gesprekken met mensen. Het was per uitnodiging alleen, dus je kon er niet zomaar deel van nemen. Maar ze sluiten met drie heel belangrijke punten. Oh, die heb je erbij. Ja. Die heb ik erbij. Ik dacht even spieken. We need to understand the threat from a global level to the local level. We need to move from public-private partnerships to public-private participation. Dus dat iedereen een rol heeft en iedereen moet dat rol actief invullen. And the human factor is the big picture, trust, action and leadership. En wat het betekent is dat er werd heel veel gesproken over techniek, maar uiteindelijk om die public-private partnership, wat een beetje mensen met elkaar die gaan lullen met elkaar, naar mensen met elkaar die gaan feitelijk wat doen. Ja. Om dat verandering te maken, heb je eigenlijk dat netwerk, dat relatie, dat vertrouwen onder elkaar nodig om dat te kunnen doen. Oké. Ja, het zal heel veel campagnes over, hey, je moet je wachtwoord veranderen, dus naar de burger toe, naar bedrijven toe, awareness. Werd er ook gesproken over dit wetsvoorstel? Nou, ik heb wel een vraag daarover gesteld, maar er werd niet inhoudelijk op ingegaan. Er zijn nog meer mensen hier van de Grand Conference, maar op een gegeven moment, Pim, ik zie Pim daarachter, ja. Daar heb ik wel een vraag over gesteld in de naam van, kijk, a best defense is misschien een offensive strategy. Dus, en dat vroeg ik aan de hoofd van de NCTW, toch? Ja. Dus lichtelijk geprikkeld gaf hij antwoord, maar niet echt antwoord, vond ik. Nee. Dus daar was eigenlijk geen antwoord. Waarom was die zo geprikkeld dan? Nou ja, volgens mij, ik was de laatste vraag en... wat? Hij had geen bier. Hij had geen bier? Dat zegt Pim, ja. Oh ja, nou, dat laat wel zien hoe belangrijk het is. Ja, maar het is natuurlijk ergens ook pikant, weet je wel. En dan hebben ze een hele campagne over internet moet veiliger en we hebben jullie daarvoor nodig. Terwijl ze zelf dan een wet invoeren waarvan je kunt afvragen, wordt het veiliger of juist niet? Daar werd niet over gesproken. Nou, jammer. Nou, dan gaan we even naar Michiel toe. de hosting providers. Nou ja, die verhandelen bits. Het komt allemaal naar binnen, gaat allemaal naar buiten. Als politie mee wil kijken, dan moeten er deurtjes open, deurtjes dicht en zo. Kijk, aan de ene kant helpen ze jullie natuurlijk de business goed te houden, want het internet wordt veiliger. Maar jullie kunnen er ook last van hebben. Vertel. Ja, absoluut. De hele digitale economie. Die groeit als kool, hè. 15 jaar geleden bestond die hele sector niet. Nu alleen e-commerce doet tot 13 miljard omzet in Nederland. Dat wordt gedaan met behulp van wat we noemen digitale infrastructuur. En ik moet het eerst even toelichten, want die sector is een beetje buiten beeld. Als je gemiddelde politicus, en dan reken ik dan Astrid even niet onder. Want bovengemiddeld. Vraagt hoe het internet, en dan is dat mensen met apparaatjes en bedrijven die toegang hebben. En dan heb je een ISP die dan verbindt. En dan heb je het grote boze internet. En waar zit dat? Een executive van Intel
Twee weken geleden vertelde me nog, nou, Ierland, daar gebeurt het. Daar staan de datacenters en zo. Ja. Nou, forget it. In Nederland staat in de top 4 in Europa de hardste groei in vierkante meters datacenters. De grootste internet exchange ter wereld. Mm. Met Deloitte doen we dit jaar een onderzoek waar duidelijk naar voren komt dat de digitale infrastructuur in Nederland de derde mainport is in Europa. Hè. De haven Schiphol en onze digitale infrastructuur. Dat trekt enorm hoeveel de datacenters aan. We hebben er al 40 grote carrier nu tot datacenters met meer dan 3000 vierkante meter. Waar al die servers staan, die infrastructuur. En daarop wordt ontzettend veel geld verdiend in Nederland en naar buiten. Dus ja. Net als de haven van Wegenet, daar moet je dus verdomd zuinig op zijn. Ja. En dan moet je niet met je vingers in gaan stoken. Want doe je dat, dat schaadt het vertrouwen. Ja. En we weten allemaal, digitale economie valt en staat met vertrouwen. En dit hebben we gezien in het patiëntendossier. Hè. Als vertrouwen weg is, dan groeit de handel niet. Hè, dus als we die digitale economie overeind willen houden, moet het vertrouwen in het feit dat wij als hosters en degenen die hun diensten daarop aanbieden, dat die hun zaakjes regelen voor elkaar hebben, moeten we in stand houden. En nou, boeven die stoken daar aan de ene kant schade en vertrouwen, maar de overheid doet in dit geval net zo hard mee door dat vertrouwen te beschadigen. En dat is slecht voor de handel en dus slecht voor de economie. Je zou het er ook kunnen omkeren als er zoveel verkeer via Nederland gaat. Dan is het toch fijn dat de politie, als er wat mis is, daar kan ingrijpen? Of is dat een beetje naïef? Nou, het is zeker naïef. Ik denk zelf, we zitten echt op een doodlopend spoor. Ja, dat zagen we net aan de juridische insteek. Ja, veel woorden om duidelijk te maken dat we internationaal redden we het niet. En dan gaan we het maar proberen vanuit Nederland te regelen. Het is net zoiets dat je zegt van nou, weet je wat, we moeten ruimterecht regelen, maar dat lukt ons niet. Dus dan doen we het maar in Nederland. Ja. En dan definiëren we een pijlertje zo en dat is dan ons stukje. En nou ja, misschien kunnen we daar nog wat meer mee. Ja. Daarmee, dat is een doodlopende weg. Het is een moeras. Ja. En ik ben bang dat het ook slecht nieuws is. Maar ik ben bang dat als we het andersom gaan doen, hè, dus disproportioneel handelen, routers gaan hacken, dingen doen waarvan we de gevolgen niet altijd kunnen overzien, dat schaadt dat vertrouwen. En het is een vrijbrief voor anderen om onze infrastructuur ook te beschadigen. En ook dingen plat te leggen en dingen in te grijpen. En we hebben allemaal gezien waar dat toe leidt. Ja. En de Nederlandse hosting providers die zijn het eigenlijk allemaal met elkaar over eens. Er zijn niet verschillende stemmen dat de een zegt, moet dat... Absoluut. En je ziet dat de sector, dat is ook een beetje hoe het internet zich ontwikkelt. Roelof Meijer van ECDN heeft dat mooi verwoord. Het spelkwartier is over. Okay. En vroeger hadden we vrijheid, blijheid, hè, waar nog een beetje belangengroepen nog in zitten van het vrije, blije, open internet. Tegenwoordig wordt er serieus geld mee verdiend. Het heeft serieus economische betekenis. En dus gaat politiek en anderen gaan zich ermee bemoeien, onvermijdelijk. He, de regulering, allerlei zaken doen en intreden, daar hebben we maar mee te dealen. Ja. En dat is gewoon een fact of life. En daar moeten we op een volwassen en goede manier mee omgaan. Ook in de balans, de Cybersecurity Raad, jouw baas onder andere zegt daar allerlei dingen over. Dat in de balans die we zoeken tussen privacy, bescherming van vrijheden en handhaving en opsporing, waar we steeds tussen balanceren, wordt een derde dimensie aan toegevoegd, hè, wat de Cybersecurity Raad ook zegt, dat is het economisch belang. Mm-hmm. Laten we dat niet vergeten, want als we dat schaden, dan schieten we onszelf gewoon stevig in de voet. Ja, oké. Economisch belang. Nou, een van de grootste, of eigenlijk de grootste telecom provider in Nederland, die ook hosting provider is, KPN. Ja. Hoe staan die daarin? Nou, weet je, ik ben helemaal eens met mijn baas dan, in dit geval. Wat grappig. De baas van KPN. Mooi. De baas van KPN, dat is altijd mooi als je daar helemaal eens bent. Maar het is wel een balans, want we zeggen nu privacy and security is een balans, wat we hier moeten overwegen. Mm-hmm. Maar je moet je voorstellen, het is heel simpel, KPN gaat altijd zich aan het wet houden. Maar vertel me soms welke wet, want we hebben ook wetten rondom netneutraliteit. En als we verplicht zijn op een gegeven moment om sites te blokkeren, dan hebben we straks een andere partij die ons gaan aanklagen, want nou, jullie hebben net te veel geblokkeerd of net dingen geblokkeerd wat had niet mogen. Dus wij worden dan in het midden van het spel gezet tussen al die verschillende overheidspartijen. Niet alleen CBP, maar ook ACM, AT, noem het maar op. Ja. Dus als we ervan uitgaan dat ik moet de wet volgen, je moet je voorstellen dat mensen, er was een artikel in die wetvoorstel over stelselmatig monitoring. Stelselmatig monitoring, alleen de woorden al. Dus als wij het mogelijk maken vanuit een smartphone of een router of welke device dan ook, om stelselmatig monitoring kan doen, hoe ga je CBP in dit soort opzichten ooit tevreden stellen dat je je werk goed doet als operator? En ook je werk goed doet als we sites moeten verbannen. Ik bedoel, weet jullie nog dat we hadden een anonymous dreiging? Nou, het bleek achteraf gewoon niets te zijn. Maar we zijn een anonymous dreiging over onze blokkering van de private pay. Dus ik kan me voorstellen dat in de toekomst dat soort acties
gewoon alleen maar toenemen. Want als we het niet alleen in Nederland mogelijk maken, maar ook in het buitenland. Ik vraag me echt af waar we dan naartoe gaan als society. Ja. Nou, oké, het loopt dus een aantal dingen door elkaar. Want aan de ene kant is het dus niet duidelijk wat je moet doen. Maar van de dingen waarvan wel duidelijk is wat je er moet doen, word je eigenlijk een verlengstuk van justitie. En dan krijg je dus problemen met aansprakelijkheid als bedrijven schade hebben. Maar je gaat zelfs een stapje verder. Wij worden een target voor... Zeker. Oké. Ja, wij worden een target door dit soort dingen. Want heel simpel, volgens mij had iemand anders dat benoemd, maar... Het concept dat je dit soort dingen gaat doen, policeware opzetten. Er komen zeker mensen vanuit de Chaos Computer Club of een andere hacking group die dit gaan ontdekken. Die gaan ook dan filters voorschrijven. Moeten wij dat ook doen? Dus wij moeten dan ook ergens blokkeren totdat er nieuwe malware komt dat wij ook dan moeten vinden. Dus eigenlijk houden we onszelf bezig met de policeware wat ons zouden moeten helpen uiteindelijk als Nederland. Wij houden ons bezig als sector en als society om dat soort dingen weer te vechten. Ja, oké. Okay. Maar zijn de alternatieven? Hè? Laten we bijvoorbeeld zeggen botnets of DDoS'en die via een botnet worden. Kunnen jullie daar een rol in spelen waardoor justitie en politie dat niet hoeven te doen? Nou, absoluut. Hè. Je hebt, bij botnets is een goed voorbeeld waar je preventief moet handelen. Als service providers praten we dan over technical abuse. We kunnen onszelf beschermen tegen invloed van onbevoegd handelen, zeg maar, of buitenwettelijk of wat dan ook. Bedreigingen op onze infrastructuur, die gaan we proberen af te wenden. Nou, als DPA nemen we initiatieven, de Nationale Wasstraat, DDoS-protectie, met aan de voorkant en zo, allerlei dingen worden ontwikkeld. Aan de kant van de voorlichting, want waarom bestaat DDoS? Nou, omdat PC's geïnfecteerd kunnen worden. Mm-hmm. Hè? Want als die PC's niet geïnfecteerd werden, had je geen botnet. Dus daar moet je iets aan doen, aan preventie aan de voorkant. Nou, er zijn initiatieven zoals in Nederland ABUCX, internationaal ACDC. Dus daar moet je aan werken. En wat je dan helemaal overhoudt na die preventie, want dat is altijd de beste manier. Eerst preventie, dan pakkans, dat zal elke politieagent vertellen. En pas dan opsporing en bestraffing. Als je dan aan het eind van de rit, dan moet je kijken hoe je het gedrag van de mensen die dat doen, dat je er iets mee kunt. Ja, en... Nogmaals, het ingrijpen in de infrastructuur is dan niet de slimste manier. Het is iets als dat je mijnen op wegen gaat leggen en wegen gaat afsluiten en zo, omdat er auto's met drugs overheen worden vervoerd of zo. Dat is niet de weg. Okay. Je moet toch, we zullen met z'n allen toch slimmer moeten worden en andere manieren bij de gebruiker aan de buitenkant van die infrastructuur moeten vinden, in plaats van wijsneuzerig met z'n allen aan die spullen te gaan zitten rommelen. Dan moeten we gewoon afblijven. Hey, jij zit drift. Ik vraag me gewoon af, is er niet een betere manier om met justitie en politie te werken? Want ik geloof er wel in dat er boeven zijn die moeten gepakt worden. Eens. Daar ben ik helemaal niet oneens. En ik wil ze graag de middelen en de steun en de hulp geven om die echte eikels op te pakken. Sorry, ik wou een veel slechter woord zeggen in het Engels, maar ik heb eikels gepakt. Bij Nederlanders begrijpen. Ja, er is nog een wereld te winnen, absoluut. Nee, dus ik bedoel, daar zijn we niet oneens. Maar de concept dat je het hele internet mogelijk verzwakt door malware op routers te introduceren, op dingen te doen. Weet je, ik moet denken meteen aan mijn collega's in België, wat zij nu allemaal meemaken en door moeten gaan, nu op dit moment, met hun infrastructuur. Ik wil dat nooit aan een andere collega in de telco-sector wensen. Dus ik wil ook niet denken dat de foreign overheid dat aan ons doet. Oké, dus de Belgen die hebben dat al, van die policeware die her en der geïnstalleerd, en hebben zich gedonden mee. Belgencom-kwestie, hè? Neem je een kaartje daar even in. Vertel eens over. Nou, je weet van de Belgencom-hack die er is geweest. En er zijn nu, dat heeft Belgencom zelf naar voren gepubliceerd. Er waren issues over een gateway router die mogelijk door indringers is binnengekomen. En het is niet duidelijk precies wat er allemaal daar speelt. Maar dat hebben ze zelf naar buiten gebracht. Dat er dingen waren veranderd op een router. En het gaat er mij om dat ik wil niet over een half jaar weerstaan als die wetvoorstel doorgaat. Dat wij dan mee te maken hebben met een KPN die dan in de nieuws staat. Die zegt, onze routers die waren veranderd. Hun configuratie was veranderd door malware van een buitenlandse inlichtingdienst. En het is niet zo gek dat die buitenlandse inlichtingdienst dat doet. Want wij doen het nou ook. Ja. Wij spelen er ook in mee. En ik was het aan het vertellen onderweg hier naartoe. Dat ik ben zo blij dat ik in Nederland woon. We zijn zo'n lieve land. Ik bedoel, ik maak nog wel. En ook met bepaalde dingen. En ik vind het niet een naïviteit. Ik vind het een goedheid. En ik wil dat goedheid en dat oprechtheid niet kwijtraken. Ook niet in deze strijd. Ja. Even praktisch, die malware. Hè? De stel, ze zijn een bepaald netwerk op het spoor. En dan gaan ze dus
bijvoorbeeld via nepmailtjes of wat dan ook, hebben ze dan ergens die malware of policeware geïnstalleerd. Nou, jullie scannen continu, hè? Gebeurt er niks raar, dan ontdek je zoiets. Zouden ze daar dan een soort boodschap in doen, zo van, hé, dit moet je niet weghalen, want wij zijn van de politie? Of zouden ze dat al vooraf vertellen? Of ja, kunnen virusscanners daar... Hoe zou zoiets praktisch gaan? Ik wil dat hele scenario eigenlijk niet verkennen. Je voelt al hoe wat een schimmig verhaal je terechtkomt en hoe je dat wel of niet detecteert of blokkeert. Precies het voorbeeld van Jaya. Ik zie de krantenkop al voor me, los van hoe ik vind dat de Nederlandse politie dan werkt, maar router KPN gehackt en het bleek dat het gaat om de Iraanse politie die dat moest doen omdat ze een lokale boef wilden opsporen. Nou, je ziet de krantenkop al voor je. Ja. Het is precies hetzelfde verhaal. Ja. Dus ik wil helemaal niet daar op dat gebied terechtkomen. Wat er op de eindpunten gebeurt, dus op een apparaatje van een gebruiker zelf, iemand gewoon die in een auto rijdt, die iets illegaals vervoert of doet met die auto, of iemand die met een het telefoon of zijn eigen apparaatjes doet, dat is een heel andere kwestie. Ik denk een andere grote orde, maar het gaat mij met name om die digitale infrastructuur en de centrale diensten. En dat is een no-go area. En wat ik wel, je vroeg wat kunnen we wel doen? Nou, we kunnen daar wel heel actief en samenwerken om zeg maar het verzamelen of het veiligstellen van evidence in samenwerking met de hosters. En daar zullen we inderdaad internationaal mee moeten doen. En accepteren dat er misschien landen zijn of boeven overblijven. Ja, zo. Such is life. Het internet is groot en boos. En we kunnen dat niet vanuit Nederland allemaal dicteren of regeren. Nee. Nou ja, als laatste ding zou ik zeggen, we moeten ook niet te veel denken dat met een soort arrogantie dat wij die enige zijn. Als we een nieuwe kwetsbaarheid vinden in een router of in een smartphone of whatever, wij zijn niet de enige. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat onze eigen policeware tegen ons zouden kunnen gebruikt worden. Net zoals alle andere malware die op straat staat. Zodra je ervan weet, zijn wij niet de enige die daarvan mogelijk weten. En als je kijkt naar de tegenpartijen en welke resources en middelen en tooling zij tot hun beschikkingen hebben en minder last van de wet, dan zijn ze zeker in staat zeg maar, om van onze tools misbruik te maken. Want dan nog even naar het puntje aansprakelijkheid. Stel dat door bepaalde policeware of iets jullie bedrijfsmatige schade lopen. Dat of bepaalde bedrijven weggaan of een claim bij jullie neerleggen van ja, wij zijn gehackt door dat of dat. Hoe is dat nu geregeld? Of hoe zou dat geregeld worden met deze wet? Of is dat volkomen onduidelijk? Dat is onduidelijk en ik denk een hele recente case is inderdaad bij LeaseWeb. Hè, het verhaal met Kim.com. Samenwerking met de Fiat. Nou, er zit iemand in de zaal die het beter kan vertellen. Alex hier, die weet exact. Maar in ieder geval, de servers werden weggehaald terwijl het verdenking was en geen veroordeling. Dus de betreffende klant die ging naar LeaseWeb toe en die zegt, hé jongens, jullie zijn in gebreken. Ja. Want jullie leveren mijn spulletjes niet. Ja, die is door de justitie weggehaald. Ja. Werden niet gevrijwaard, hè? Niet automatisch, en dat is dus gewoon niet goed geregeld. Okay. Dus als we al worden gedwongen tot medewerking, worden we niet gevrijwaard. Ja, ja dat kan natuurlijk niet. Ja. En daar is ook nog een wereld te winnen. Er zijn andere voorbeelden, ook in internationaal recht, hè, waar Nederlandse providers een uitleveringsverzoek van een of ander Engeland aan hun broek hebben gekregen, omdat daar een rechter wat wil. Ja, daar worden we niet tegen gevrijwaard. Nee. Notabene tegen uitleveringen die gevraagd worden op grond van handelen wat in Nederland onrechtmatig is. Okay. Dus ja, dat zijn allemaal lacunes, allemaal problemen waar we mee te maken hebben, die wij met alle respect nog veel urgenter vinden om mee te dealen dan deze kwestie. En die veel dat vind ik wel een leuk concreet voorbeeld. LeaseWeb, misschien dat jullie zelf nog iets erover willen zeggen, hoe dat gegaan is of niet? Waar zit je? Ja? Oh, je kan er wel even bij komen, dat is wel gezellig. Ja, nou, applaus voor LeaseWeb. Nou, hoop ik maar dat ik het goed heb verteld, Alex. Bijna. Ja, kom anders hier staan, dan kan ik even erbij. Je bent van LeaseWeb. Even voor de mensen die jullie niet kennen. Ja, jullie verstoken ontzettend veel data, maar wat doet LeaseWeb? We zijn een hele kleine hostingpartij. Oh. De grootste in Nederland. Grootste in Nederland, ja. Wat is er precies gebeurd door jullie? Vertel. We hebben een mega upload gehad, maar daar ging dit niet over. Deze zaak ging over een semi-bankaire klant. Die had bij ons een aantal servers. Die werden in beslag genomen. Er was een rechtshulpverzoek voor één server. Maar de politie nam ze alle 10 mee. En dat was niet de bedoeling. Kun je dat kwantificeren in schade? Ja, maar dat ga ik hier niet zeggen. Nou, het is geld, maar misschien ook reputatieschade. Het is geld en reputatieschade. Het probleem is dat het een rechtshulpverzoek was van de Amerikaanse overheid. En de klant is naar Amerika gegaan, omdat daar de rechtszekerheid voor hem beter was dan in Nederland.
Kijk. Dus wij zijn een klant kwijt die een redelijk bedrag per maand betaalde. Ja. En die is naar een land gegaan wat het rechtshulpverzoek heeft gedaan. Hmm. Maar ja, daar vond hij het veiliger. Ja. Okay. Hebben jullie ook meegedaan aan de internetconsultatie? Om dit ook naar voren te brengen? Zo van, ja. Hey, wij dit hebben zijn ook 5 pagina's ingeleverd. Okay. En ik hoop dat daar naar geluisterd wordt. Ja. Nou, hoor je het, Astrid? Luisteren. Hé, hey, nou, dankjewel voor je bijdrage. Ja, even een applaus voor hem natuurlijk. Ja, nou, het is misschien wel leuk. In de aanmeldingen zag ik dat er heel veel bedrijven vertegenwoordigers hebben gestuurd. Die ook die consultatie hebben gedaan. En een andere is Nederland ICT. Zit daar iemand van? Ja. Oh, achter, kan je ons ook even erbij komen? Dat is misschien ook wel leuk. Doe nog even een... Ja. Ja, dat is goed. Oh ja, jou ken ik. Dat is Bart Pegge. Dat mag ik wel zeggen. Ja, dat mag zeker. Ja. Oh, oké. Okay. Geen geheim. Nee, want inderdaad, want ik sprak je net. Je was net ook bij die Grand Conference geweest. Je ziet er ook een beetje moe uit. Het is een lange dag. Het is een lange dag, ja. Hoe was het daar? Het was, Jaya verwoordde het eigenlijk perfect. Het was een dag vol met interessante verhalen. Met name ook over, niet voor de zaal die hier zit misschien, want hier kent iedereen natuurlijk de inhoud van cybersecurity en alles wat daarbij komt kijken. Maar ik denk dat we met name het verhaal moeten vertellen ook naar de bestuurders, de mensen die uiteindelijk de besluiten nemen in de organisatie. En daar was de conferentie met name op gericht. Zorgen dat zij ook hun verantwoording pakken en de mensen hier in de zaal de middelen geven om het uit te voeren. Oké. Okay. Ik las in jullie reactie in de consultatie op dit wetsvoorstel. Inderdaad, de clouddiensten die aangeboden worden in Nederland. Klanten lopen weg. Nou, dat is precies dat verhaal van Leaseweb. Heb je nog andere bezwaren ook hiertegen? Ja, ik denk dat veel hier al gezegd is. Ik denk dat belangrijk is, Nederland is vanuit zijn infrastructuur, zijn breedband, zijn supersnelle breedband, zijn datacenters, Digital Gateway to Europe, een van de speerpunten van het kabinet zelf. We moeten dat koesteren. Ja. En ik denk dat je met name moet kijken hoe je die bedrijven in Nederland het best ook zelf kunt beschermen. Dat betekent enerzijds dus ook aan de slag met het aanpakken van cybercrime. Ja. Want we zijn ook een van de grootste landen met de doorvoer van cybercrime, omdat we dat goede netwerk hebben. Ja. Dus ja, we moeten aanpakken. Alleen, we moeten het wel zo aanpakken dat we niet een soortgelijke wet in andere landen gaan krijgen die op Nederlandse servers onze digital gateway aanpakken om te zorgen dat we en daarmee ons controle verliezen. Okay. Dus onze inzet is met name internationaal niveau afspraken maken. Maak meer gebruik ook van de bestaande rechtshulpverzoeken die je nu kunt doen. Ze zijn misschien lang niet altijd ideaal, maar het middel bestaat wel. En ga op die manier aan de slag met de aanpak van cybercrime internationaal. Ja. En tot die tijd zoek het in vertrouwen. Een van de thema's van de conferentie vandaag. Zoek het vertrouwen met elkaar, de samenwerking, bedrijfsleven, overheid. En kijk binnen de kaders van wetgeving, privacywetgeving, waar je wel ook nu al in kunt, kunt aanpakken. Ja, vertrouwen is inderdaad van zo'n sleutelwoord wat erin terugkwam. Maar er was nog één punt in jullie reactie wat ik interessant vond. Van, we krijgen steeds meer maatregeltjes van bijvoorbeeld meldplicht datalekken of bijvoorbeeld responsible disclosure. Hè, dus dat je gewoon laat zien op een verantwoorde manier, hier zijn lekken. Maar als het lek door de politie wordt aangebracht, wat doe je dan? Dat is een interessante. Je hebt het goed gelezen. Dat was een van de puntjes waar wij het vragen over hadden. Van, stel, de politie treft een lek aan en maakt daar gebruik van. Hoort dan bij die wet, bij de bevoegdheid om dat te doen. Maar onze vraag is wel, van, als er dan gebruik van is gemaakt, melden ze dat ook bij het Nationaal Cybersecurity Centrum, zodat de leverancier het lek kan gaan dichten. Ja. Want uiteindelijk, niemand heeft alleen recht op het vinden van een lek. Ja. Dus zo snel mogelijk dichten om vervolgens die software veilig te krijgen. En hij zegt, sorry, het was de staat zelf. Dan kan het niet meer. Ik wil nog even reageren, Bart, want twee dingen die je noemde. Eén is, Nederland is het grootste doorvoerland van cybercrime. Dat is ook zo'n mooie mythe. Even het perspectief te plaatsen, dat is in februari was dat op het nieuws. Hè? Nederland paradijs voor cybercriminelen, zei RTL toen. Wij hebben de grootste internet exchange ter wereld. Het meeste transport van alle landen bij elkaar. En dus dat is niet nog wie dus, dat je dus ook veel transport hebt van dit soort dingen. En ten tweede waren wij de tweede in botnets achter de Virgin Islands, waar ook 3 servers staan. Dus dat was heel opvallend, wat McAfee concludeerde. Als je dat in perspectief ziet, er zijn transparency reports, maar ook reports over hoe je dat precies ziet.
en je gaat dat in perspectief zien naar de digitale infrastructuur en wat we hier doen, ja, dan is het peanuts. Dan hebben we het gewoon helemaal nergens over. Het is heel goed te verklaren, juist vanwege die infrastructuur, dat trekt natuurlijk ook gewoon krimp, want het is zo goed geregeld, we hebben het zo goed voor elkaar. Ja. Dus dat creëert natuurlijk ook weer mensen die er misbruik van willen maken. Ja. Het opvallende was wel dat daarna ook een aantal collega's van Astrid meteen schreeuwden van, de privacy is te ver doorgeschoten, zie je wel. Dat was de onmiddellijke reactie. En dan denk ik van, nou, 3 maanden later zien we de NSA en dan zien we exact de tegengestelde reactie. Dus weten we het nog? Ja, ik zeg altijd maar zo, veiligheid kost meer dan onze privacy, kost voor ook heel veel geld. Ja. En, maar je noemde net het woord transparency, of transparantie, zo men wil. Google, part van deze avond, vindt het ook wel belangrijk. Heeft van begin af aan altijd, als ze dan de staat langskwam, van mogen we even vangen, hebben ze dat meteen laten zien, zoveel verzoeken daar en daar vandaan. Jullie vertegenwoordigen iets van 500 ICT-bedrijven in Nederland, geloof ik, zoiets. Hoe leeft dat bij hun, transparantie, om dat zichtbaar te maken? Zo van, nou, wij hebben dus een verzoek gehad van de autoriteiten, of zo vaak, of over dat soort dingen. Leeft dat? Wat wij merken is dat telco's, hosters, cloud providers, ICT-bedrijven in brede zin, worstelen met aan de ene kant het willen openbaren naar hun eigen klanten toe. Aan de andere kant ook daar beperkingen van de wet kennen. Namelijk, je mag het vaak niet openbaren, het moet geheim houden. Het is heel afhankelijk per geval hoe je het kunt doen of niet. Ja. En ik weet zeg maar, er zijn genoeg partijen die nadenken over het transparanter maken en het transparanter worden erin. Maar wat ons betreft is de overheid aan zet om die transparantie te betrachten. Zij zijn degene die de opsporingsverzoeken doen. Ja. Dus zij mogen ook aangeven waar ze en van wie ze dan de informatie willen hebben. Dat is nodig, ja. Hey, nou, ik zou zeggen, gaan we weer zitten. Ik ga straks een biertje van me. Bedankt. Bart Pegge. Dankjewel. Ja, sorry, dat had ik niet afgesproken, maar ik kon niet later. We hadden die discussie, denk ik, haal hem er even erbij. Ik wil nog even doorgaan op het punt van transparantie. In hoeverre leeft het bij KPN en ook de andere hosting providers, dat als je dus die verzoeken krijgt, dat je dat ook gaat melden aan je klanten? Ja, transparantie is goed voor vertrouwen, punt uit. Dus is het in het belang van de sector om dat te gaan doen. En je ziet dat steeds meer bedrijven, nou weer LeaseWeb natuurlijk, maar een aantal anderen, ik ben Google, die anderen die bezig zijn om de interventies, hè, dus dat aantal takedowns wat civielrechtelijk is gedaan, want dat moeten we niet vergeten. We hebben naast de strafrechtelijk ook de civielrechtelijke notice en takedown. Heel effectieve procedure die door belanghebbenden goed wordt gebruikt en ingezet. Dus het aantal takedowns en ook het aantal legal interventies die worden gepubliceerd in aantal en in nummers. Zodat je goed beeld krijgt van hoe het nu feitelijk zit. We zijn er enorm voor en je ziet dat steeds meer bedrijven dat nu gaan doen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat er bedrijven zijn die zeggen, ja, dat gaan we niet publiceren, want dan lopen de klanten weg. We doen gewoon net alsof er niks aan de hand is. De transparantie is altijd goed voor vertrouwen. Ja, openheid van zaken, altijd. Hoe zit dat bij jullie? Ja, in principe ben ik daar ook voor. Ik kijk nu naar help vanuit de audience. Daar zit onze man die daar de meeste over weet, over hoewel... Je mag er ook wel bij komen als je zit hebt, hoor. Nee, maar waar het om gaat is dat we hebben eerder dit jaar Access for All, die wel wat nummers heeft bekend gemaakt. Dus in principe zijn we als KPN ervoor. Maar de vraag is inderdaad, hoewel kunnen we prijs geven zonder mogelijke schade te doen aan onze klantbestand, maar ook gewoon aan mogelijke onderzoeken die daar lopen, et cetera. Dus ik denk niet dat wij daar helemaal uit zijn. I'm looking at Gert. Ja? Ja. Oké, Gert van Beken, toch? Oké. Daar kom er even bij, Geert. Ja. Gezellig, toch? Gezellig, ja. Dat zal allemaal niet aanhouden. Jij bekend gezicht. Wat deed je ook weer bij KPN? Oké. Collega van Jaja, en met name betrokken bij alle politieonderzoeken. Oh, kijk eens aan. Overleg met overheden en met name het indringen op de privacy van onze klanten. Ja. Voor een deel vanuit de wet, maar ook voor een deel vanuit hoe kunnen wij helpen de klant. Ja. We hebben eerder geroepen en even aangehaald abuse information exchange. Hè, dus wat doen wij om klanten weer te ontzetten van botnets, besmettingen. Het zijn initiatieven die inderdaad bij ons allemaal draaien. Als ik over transparantie heb, begint eigenlijk bij het wetsvoorstel. Het volledig ontbreken van transparantie. Dus waar we bedrijven zien worstelen met de vraag, komt de wetgever ook niet met initiatieven om het duidelijk te maken. Okay. Ik zie het in dit wetsvoorstel, maar ik zie het ook in Brussel waar we spreken over de expertgroep dataretentie. Waar lidstaten worstelen om goede informatie te bieden terug in de evaluatie van de wet. Bart Jacob zei eerder... Ja, het is een horizonbepaling. Horizonbepaling, evaluatie komen. Dit zijn kernbegrippen om het goed te kunnen evalueren. Ja.
De initiatieven om transparant te zijn binnen KPN. Samen met Exvervol hebben we een initiatief genomen om iets te publiceren. Maar we dringen er enorm op aan in Nederland om vanuit de overheid die transparantie goed neer te zetten. Okay. Heb je ook statistieke informatie nodig? Hebben de juiste statistieken? Wij zijn ingericht op handeling A, zeg maar even. Ja. Er zijn geen afspraken over statistieken, dus cijfers noemen... Oh, in laatste instantie kan leiden tot een hele prachtige discussie, maar geen eindresultaat. Dus bedrijf A zegt, we hebben 80 verzoeken gehad en bedrijf B zegt 200, maar het zijn heel andere soorten. Als het niet anders kan, moet je die kant heen. Ja. Maar liefst wil je dat voorkomen en willen we vanuit goed overleg komen tot duidelijkheid. Ja. Waar iedereen gewoon een helder cijfer heeft. En met name de democratische discussie kan zijn, is dit het goede middel goed ingezet. Okay. Ja? Nu je er toch ben, stel je zou iets mogen schrappen uit het wetsvoorstel. Wat zou er volgens jou wel uit kunnen? Artikel 54a is een leuke, die notice and takedown. Notice and takedown is een van die initiatieven, je noemde het al, waar eigenlijk de sector ook initiatief heeft genomen. We hebben een gedragscode in Nederland, we zijn er nog steeds uniek in Europa. Werkt jaar in jaar op, geëvalueerd nog steeds goed. Het kan niet de ultieme verzethaard slechte, zeg ik even. Dus als er een sector is die tegenwerkt, heb je daar geen middel. Ja. Maar de verstrekkendheid van 54a, zoals die er nog steeds in staat, daar zijn we absoluut op tegen. Wij zijn een van de partijen die ook gereageerd hebben. Dus. Ja, 54a, schrappen die hoop. Oké. Goed. Dankjewel, gaan we even zitten. Ik krijg ook zo'n biertje van me. Geef het wat even. Goed. Tot slot. Nog even kort en krachtig. Als dit gaat straks naar de andere Kamerleden en die zegt van nou, ik heb een geweldige avond gehad bij Chris. Of het vond er niks aan, maar goed, ze vragen aan jou. Van hé, jij weet daar wat van. Wat zou jullie laatste boodschap zijn aan Astrid, wat zij aan de Kamerleden moet doorgeven? Namens jullie, namens het Nederlandse bedrijfsleven, om het maar even zo gewichtig. Dat met stip op één. Kom binnenkort eens naar een bijeenkomst waar we gaan uitleggen zonder direct over belangen of over lobby te praten hoe het zit, hoe het werkt. Ja. Dus hoe dit nou zit met die digitale infrastructuur, wat de belangen zijn, wat de economische belangen zijn. Dat is enorm belangrijk, omdat goede informatie daarin ontbreekt. Even aanhaal het recente CBS-rapport wat uit is gekomen, staat de hele online sector niet in. En hoe komt dat? Omdat de befaamde SBI-codes, ik moet het toch even noemen, die hebben het over gegevensverwerkers, telecombedrijven, computerbouwers, dat is het wel zo'n beetje. En ja, dat is allemaal, Julius Caesar heeft dat nog bedacht. En daar staat dus het lijstje van moderne bedrijven niet in. Dus we weten het niet. Hè? Dus we moeten dat uit andere bron halen. Dus voor de wetgever bestaan ook alleen maar tussenpersonen en openbare aanbieders van telecomdiensten. En die online sector bestaat gewoon niet. En dus wij weten allemaal dat het er is, maar formeel bestaat het niet. Nou, daar moeten we iets aan doen. Dus eerst het benoemen, het duiden van hoe dat landschap in elkaar zit en hoe de economische belangen zijn. Dus dat staat met stip op één. Ja, dat niet alleen Astrid dat aan de collega's hoeft uit te leggen, maar dat er nog een paar zijn die het snappen. Hè, met alle respect, dat is één. Ja. En twee, dat we toch met elkaar andere wegen gaan verkennen dan het gaan zitten wroeten in de kabels en in de routers. Maar dat we andere middelen gaan, dus het uitbouwen van wettelijke mogelijkheden, het zekerstellen van wijze, de samenwerking met meldpunt, internetoplichting, met KPD, dat soort dingen. Daar moeten we meer op inzetten, want het is ook in ons belang om te handhaven en op te sporen, om dat mogelijk te maken, om erbij te assisteren. Maar langs een andere weg oplossingen en wegen te gaan zoeken. En ja, ik weet dat het vrij is creativiteit. Ik heb ook niet direct de kant-en-klare antwoorden, maar de intentie is in ieder geval wel. Ja. Ja. Kijk, nogmaals, ik wil dolgraag aan meewerken om die slechte mensen eruit te halen en om opsporing te worden. Maar mits alles is geregeld. Dus op dit moment heb ik de neiging om te zeggen dat er niet genoeg vaststaat qua de randvoorwaarden waarvoor dit soort dingen moeten willen. Bijvoorbeeld de introduction of malware, waarvoor alles verzwakken voor iedereen en niet alleen één partij helpen, maar iedereen eigenlijk slechter afmaken. Dus ik bedoel, waar het uiteindelijk op neerkomt is KPN wil als alle andere telco's dolgraag gaan meewerken, maar mits dat het goed geregeld is en dat wij niet verschillende belangen tegenstrijdig in elkaar brengen. Kunnen we wat mee? Ja, nou, ik wil nog wel even ingaan op de transparency reports, omdat ik een van de Kamerleden ook ben die heel erg staat voor transparantie. Dus ik was heel erg blij met sowieso Liesweb die de gegevens naar buiten bracht. En vervolgens kwam er een beetje teneur van, mogen ze het nou wel, mogen ze het nou niet. Ik heb daar inmiddels Kamervragen over gesteld. Ja.
antwoorden zijn nog niet binnen helaas, maar dat gaat puur over van wat mag je nou wel laten zien, wat mag je nou niet. Terwijl ik denk dat daar ook een sleutel zit van laat nou gewoon zien wat je doet. Op het moment dat wij dus niet weten dat ze 8000 keer per maand ergens in de data zitten te vroeten, wat je dan wel via hoort, maar niet officieel weet, kan ik niet mijn taak uitvoeren als controlerend persoon in die kamer. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat mijn core business is, naast het opsteken van mijn hand elke dinsdag en donderdag van voor of tegen. U moet het dus recht krijgen haar te informeren over al die vragen. Nou ja, dat gebeurt dus ook gelukkig. Ja. Maar het zijn wel hele belangrijke dingen, want als je dan zegt van ja, transparantie is moeilijk of ja, is dat wel goed voor mijn bedrijf? Ik denk juist wel. Ik denk dat het daar ook de sleutel ligt, ook in die vertrouwensrol. En ook waar, nou ja, en zorg dat ook andere Kamerleden gewoon aangesproken worden. Ik weet dat ik heel benaderbaar ben, omdat ik ook we spreken dezelfde taal. Dus de helft van deze zaal, mensen die hier zitten, heb ik allemaal een keer gesproken. Ja. Maar dat is ook omdat je elkaar begrijpt. Maar ja, het is juist belangrijk om de Kamerleden aan te spreken die het niet begrijpen. Dus het is ook een uitnodiging ook naar jullie toe van, ik kan het wel in mijn eentje weer gaan vertellen in de Kamer, maar het is a hell of a job. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Okay. Dus ik heb jullie hulp net zo hard nodig als jullie mijn hulp, denk ik, in deze crisis. Graag. Ja. Daar zijn we voor. Dus. Klinkt allemaal heel gezellig. Ja. Goed, dan gaan we door. Er komen nog meer mensen aan het woord. Maar eerst natuurlijk even een hartelijk applaus voor JJ Blue en Michiel Steltman. APPLAUS.